Joris Adams, de spits van Harkemase Boys, staat bij de bal en trapt hem. De wedstrijd is begonnen. Harkemase zit aan. Is de nummer 10 met de ja, goede mooie poging. Ja. Tom Prinsen. Daar komt hij. Corner. Makkelijk weggekopt. Ben Moussa. Maarten van Dijk. Weer terug. Adriaan Kruijsheer. Bal hoog. Van Blerk gelooft daar wel in. Ja, daar had iemand tegenaan kunnen lopen. Maar Dennis Hoekstra zal het ook wel kunnen. Die heeft de nodige lengte. Staat daar precies achter Betsema. Kijk, dat is mooi ingekomen. Goeie corner ook. Ja, precies. Joris Adams. Nu weer een gevaarlijk moment, ongetwijfeld. Elke vrije bal van Harkemase Boys schuilt gevaar in. Vrije trap of een corner. Dijkstra in dit geval. Hij heeft een vaste trap. Strak voor de pot. Deze ook keurig. Komt Sloyd helemaal vrij. In twee instanties. Bal blijft voor DVS aan de goede kant van de lijn. De grootste kans van de wedstrijd. Handig gevoetbald. Kruis in met de blik naar voren. Richting Crowder. Bal is wat minder. Posma. Posma wil hem via Kruis hier uitspelen. Die kan de actie opzoeken. Moet de bezetting zijn. Ja, dat was het voetje van Benjamin Roumillon. Die, als hij iets grotere schoenmaat had, dan kon hij misschien net door de beentje zijn van de doelman. Beide teams mogelijkheden. Beste kans was er wel voor Harkemase Boys. Van Hilte werkt hem weg. Vermaning moet hem goed aannemen. Dijkstra heeft de tijd om hem aan te nemen. Gelijk diep op de hoek in. 1-1. Moet Maarten van Dijk even doorlopen. Dit is een goede opzet. Dijk van een kans hoor. Ging snel, de combinatie. En het schot een meter of anderhalf, twee aan de goede kant van het doel van Bredewold. Ook weer Kruijsheer. Zowel aanvallend als verdedigend duidelijk aanwezig. De hele opzet begint bij de bal van Nicky van Hilten die hem terugspeelt op Van Leijhorst. Dat is een paar keer wel gebeurd dat DVS... Het is rust. Deuling. Ruimte hoor, nu voor Prinsen. Komt helemaal vrij. Schuift hem naast. Wat een kans. Prachtig uitgespeeld door Deuling en Prinsen. De twee betere spelers van Harkemase Boys. Maar je ziet het, ze dreiging naar voren, diep te zoeken. Dan kan het snel gaan. Roland Baas. Roumillon. Lars Huber. Kruijsheer. Maarten van Dijk. Sam Crowther. Nou, jongen. Iets te lomp geschoten, denk ik. Wel goede opzet. Betsema naar Posma. Deuling. Het beproefde recept. Niks aan de hand. Echt helemaal niks aan de hand. Nou, ik weet het niet zeker, Piet. Ik wil het nog wel eens een keer terugzien. Maar ik vond me vooral op dat Roland Baas laat redelijk makkelijk die Deuling uit zijn rug lopen. Waardoor Van Leijhorst eigenlijk al gelijk moet optreden en niet de rugdekking kan geven. Dus de bal is voor Harkemase Boys. Ik dacht dat het buiten spel was. Nou, dit wordt het laatste moment, denk ik, van de wedstrijd. Nu uit de 16 blijven. Dien Bredewold staat scherp. Bal richting Marciano van Leijhorst. Het is nog een corner. Dijkstra die vaste trap had. Eerste helft ook een paar keer goed de bal voorgeslingerd. Deze gaat wel heel ver. In de handen van de doelman. En daarmee is de wedstrijd ook afgelopen.